Nooit eerder heeft de mensheid gestaan voor grotere crisis dan die waarvoor wij nu staan. We noemen dit tijdvak het Anthropocene, het tijdvak waarin de mens het aanzien van deze aarde is gaan bepalen. Dat klinkt aan de ene kant heel geruststellend, maar in werkelijkheid wordt het Anthropocene gekenmerkt door grote mondiale crisis. Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, ecologische crisis, gezondheidscrisis, migratiecrisis. Op allerlei manieren pogen we deze crisis van het Anthropocene het hoofd te bieden met beleid, met technologie en innovatie. Maar in diepste zin zijn dat oplossingen aan de buitenkant. Willen we wezenlijk een duurzame toekomst tegemoet gaan, dan zal er ook iets moeten gebeuren van binnenuit. En dat zou je kunnen noemen duurzaamheid van binnenuit. En we zullen ons moeten afvragen wie wij denken te zijn op deze planeet en wat we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te creëren voor onszelf en voor het overige leven op deze aarde. In deze reeks gaan we onderzoeken hoe zo'n transformatieproces ook op persoonlijk niveau zou kunnen plaatsvinden. We beginnen met ons af te vragen waar we vandaan komen. Hoe zijn we nou eigenlijk in het Anthropocene terechtgekomen? Wat voor mensen en wereldbeelden liggen daarachter en hoe zijn die ontstaan? We gaan kijken naar waar we nu zijn. Wat betekent op deze aarde globalisering? Verliezen we daar niet de band met plek en plaats en worteling? We gaan kijken naar wat er voor ons ligt. Wat voor ontwikkelingen doen we aan de horizon op? En hoe kunnen we deze tegemoet treden? En dan zullen we de diepte ingaan en ons afvragen wat voor eigen persoonlijk transformatieproces zullen we moeten doormaken om een toekomst te creëren waarin er welzijn is voor de grote gemeenschap van leven. En tenslotte zullen we ons ook afvragen hoe dat transformatieproces ook kan leiden tot een andere handelingspraktijk. Hoe die in ons professionele leven een plek zou kunnen krijgen. Dat is de inhoud van wie denken we wel niet dat we zijn.